De vijf pilaren van de Islam zijn het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbidden te worden behalve van Allah en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is. Het verrichten van de gebeden, het betalen van de zaket arme belasting. Het vasten in de maand Ramadan. Het verrichten van de hetsch bedevaart naar het heilige huis van Allah Kaaba voor degenen die daartoe in staat is.